Een dag voor mij is heel afwisselend. Als zanger en acteur ben ik vaak gepassioneerd bezig met een productie. Maar elke middag ben ik te vinden in de buitenschoolse opvang, mijn tweede passie. Werken in een buitenschoolse opvang is goed te combineren met een andere baan. Zo heb ik collega's die postbode, kunstenaar of zelfs journalist zijn. Ik begin mijn dag vaak met oefenen, zoals nu met Peter. What would life be like without a few mistakes? Like a old bone from a broken home. Nothing's gonna stop me. Zo, dat was een goede repetitie. Echt zalig. En nu snel de kinderen van school halen. De kinderen moeten zich hier bijna letterlijk thuis voelen. Het gaat echt om het sociale aspect. Ze willen verhalen aan je kwijt over school of vriendjes. En soms maken ze nog wat huiswerk. En dan gaan ze spelen. Ze mogen zelf kiezen wat ze doen. Binnen of buiten. Alles gaat op vrijwillige basis. Maar aan het gebruik van de Wii en PC zijn zeker grenzen gesteld. Hey jongens, hebben jullie niet wat te doen? Samen met mijn collega's bedenk ik activiteiten rondom thema's. De kinderen geven zelf aan wat ze leuk vinden. En als genoeg kinderen willen meedoen, wordt er soms een workshop gegeven in een sport of dans. Of ze leren iets bouwen. Dat moet natuurlijk goed gepland worden, zodat zoveel mogelijk kinderen kunnen meedoen. We proberen ze ook maatschappelijk bewustzijn bij te brengen door bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan het verpleeghuis. Leuk en leerzaam voor de kinderen. En soms hebben we een kinderrestaurant of een techniekkist of we maken een voorstelling. Daar komen mijn twee beroepen bij elkaar. En entertainment en zorg voor de kinderen. En daarbij, de kinderen inspireren mij ook weer voor mijn voorstellingen. Wil je het niet doen? Ja, jongen. Ja? Ik ben toch een meisje, dus. Ja? Hoe moet dat? Als je de armen eens over elkaar doet, dan lukt het misschien wat beter. Dan ga je echt een beetje zo. We observeren elk kind één dag per jaar heel intensief en hebben dan een gesprek met de ouders. Maar ook als het tussendoor opvalt dat een kind erg druk is of weinig contact maakt of gepest wordt, gaan we met de ouders in gesprek. Wij willen de kinderen echt het gevoel geven dat ze gelukkig zijn met wie ze zijn. We geven veel aandacht aan sociale vaardigheden en pesten. Ons doel is samen goed voor later. Als zij instromen kan je de volledige opleiding SPW of PW doen of je volgt een verkort traject bij de kinderopvangorganisatie of het ROC. En er zijn ook collega's die een EVC-procedure volgen en voor onderdelen vrijstelling kunnen krijgen. Dit is mijn vaste inkomen. Het mooie is dat ik als zanger daardoor echt kan kiezen voor de voorstellingen die ik leuk vind.